Hey, vet dat je weer kijkt. Het is lekker vroeg en ik ben op stap op de Veluwe zo. Dus even kijken of er wat wild te vinden is. Het zonnetje is net op, dus het belooft een mooie ochtend te worden. Ik heb er zin in. Let's go! Nou, het begint al mooi zo. Damherten die lekker in de opkomende zon stonden. Schitterend gezicht. En daarna een stukje doorlopen, nog een paar edelherten in de bosjes. En nu even voorzichtig gaan kijken wat er nog meer te vinden is. Als de rest van de ochtend zo doorgaat, dan belooft dat wel wat. De omstandigheden zijn in ieder geval schitterend, dus dat is altijd al de helft. We gaan lekker door. Dat was echt waanzinnig. Dan moet je aanlopen. Een paar oortjes zie je zo boven het pad uit. En dan denk je al van, oh, misschien een jong hert. Camera erop. Vos. Fantastisch. Ik heb nog nooit namelijk een vos vast kunnen leggen. Dus dit is ook de eerste keer dat er een vos in mijn vlog zit. Echt heel gaaf. En die zat er een tijdje, zat hij hier zo op dit pad. Zat hij hier gewoon een beetje te zitten. En op een gegeven moment stond hij op. En toen kon hij aanlopen. Nu steeds dichterbij. Tot op het punt dat ik op een gegeven moment zelfs helemaal uit moest. Dan moet een paar meter hiervoor. En toen schoot hij de bosjes in. Fantastisch gezicht. Sowieso, het was ook een mannetje. Ik zag hem op een gegeven moment nog even zijn poot optillen. Dus dat weten we ook direct weer. En dit was wel heel geinig om te zien. Dus deze die zat duidelijk in zijn zomervacht. Want die was redelijk dun, die vacht. En in de winter worden ze dan weer best wel dik. En dan kunnen ze er weer lekker tegenaan dan. Maar voor nu echt een fantastische waarneming. Echt heel cool. En ook de eerste damhertenkalfjes van dit jaar. Dat is ook altijd weer leuk. Dat zijn altijd de laatste die hun kalf op de wereld gaan zetten voor een jongen. Vaak heb je eerst de wilde zwijnen. En dan vervolgens de reeën en de edelherten. Die zijn ook op iets aan de late kant de edelherten dit jaar. En dan nu de damherten. Dus dat maakt het cirkeltje weer compleet. En dat betekent dat al het jonge spul nu een beetje hier in het bos rondloopt. Dus het, ieder jaar is het wel weer genieten. Maar het was wel heel leuk. Het was een roedeltje van drie damhindes. Met allemaal een kalfje erbij. Dus een hoop klein spul. Wat nu met mama mee op stap is. Dat was cool. Nog twee geweidragers ver in het bos. Dus het was af en toe even een beetje lastig te zien. Maar ze stonden echt een fantastisch mooi gezicht. Ze stonden lekker te grazen. Op een gegeven moment stond er eentje mij heel even aan te kijken. Dat is van, oh nee, weer zo'n gast met zo'n camera. Want wat leuke is, is dat die herten, die kan je dus vaak herkennen aan hun geweien. En ik had het idee dat bij een van de herten, die me op een gegeven moment aan stond te kijken, dat ik die herkende aan de vorm van zijn gewei. En dat is wel weer heel leuk, want ik heb hem best een paar jaar geleden heb ik die gefotografeerd, daarom viel ik me op. En dat je hem dan nu een paar jaar later, dat je hem dan weer terugziet, dan denk je van, oh ja, wacht, jij kan wel eens dezelfde zijn. Dat is toch mooi. Nog meer geluk. Een paar edelherten die op een gegeven moment door het bos heen liepen. Dat was een heel mooi gezicht. Op een gegeven moment kwamen er nog twee jonge mannetjes achteraan ook, maar die helaas net niet op beeld gekregen. Toen een stukje doorgelopen. Toen ook nog wilde zwijnen, die liepen lekker van de bosbessen te snoepen.
Want die beginnen nu weer een beetje aan te groeien. Er zijn niet zo heen, er zijn er gek op. Dus die zijn dan lekker een fruithapje bij elkaar aan het schaffen. Maar op die manier toch al best wel veel gezien vanochtend. Vos, edelherten, damherten, wilde zwijnen. Nog eigenlijk alleen nog een ree of een das. En dan zou je kunnen zeggen dat je de Big Five compleet hebt. En nog een paar damhertjes gespot. Die staken verder op het pad over. Wel weer een mooi gezicht. Dus even kijken of er verder nog wat te vinden is. Langzaamaan weer een beetje op de terugweg. Want het was ook alweer vroeg ochtend vanochtend. Maar alles wat we nu nog zien, dat is mooi meegenomen. Want we hebben nog geen klagen tot nu toe. Nou, we zijn bijna terug. Het was een heerlijk ochtendje zo. Echt vette dingen gezien. Veel edelherten, damherten, wilde zwijnen natuurlijk nog. En als kerst op de taart toch wel een beetje die vos. Dat was wel heel erg kicken. Dus wat dat betreft, ik heb genoten. Het begint ondertussen ook wel lekker warm te worden. Dus de hoogste tijd om weer terug te gaan. Nou, ik hoop dat jij het ook leuk vond om mee te kijken. En natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt. En zie ik je dan weer. Tot dan. Doei doei!